Ongeveer 3000 toeschouwers kiezen ervoor om hun kerst door te brengen in de ijzige wind langs het parcours in Wortegem-Petegem. Ze zien de 40 renners vol goede moed het veld induiken. Twee ronden later is de eerste schifting al doorgevoerd. Sven van Toerenhout heeft een kleine voorsprong op een vijftal. Dat bestaat uit De Klerk, De Knecht, Groenendaal, Van Noppen en Van Sandvliet. En Peter van Sandvliet voelt zich blijkbaar goed. In de derde ronde gaat hij er vandoor met Groenendaal in zijn spoor. Daarna volgen Volkaerts, De Klerk en Van Toerenhout. Alleen wereldkampioen Groenendaal en thuisrijder Mario De Klerk kunnen de kloof naar Van Sandvliet dichten. Met hun drieën bouwen ze een voorsprong uit van 25 seconden op de rest. Een van deze drie renners wint de eerste trofee, Mario De Klerk. Het trio blijft bij elkaar tot in de voorlaatste ronde. Dan profiteert Groenendaal van een slippertje van De Klerk. Hij gaat de laatste ronde in met een kleine voorsprong op de andere twee. Maar ze halen de Nederlander terug. Een spurt moet beslissen wie wint. Mario De Klerk haalt het voor Van Sandvliet en Groenendaal. Winst voor De Klerk, die gisteren nog ziek was en forfait moest geven. Ik heb weer enorm afgezien vandaag. Want ik dacht dat ik vanmorgen kwam trainen en ik voelde me goed, maar... Ik heb de laatste drie, vier ronden, ik heb me nooit zo diep moeten gaan. Maar ja, het volk heeft mij vooruitgestuurd en het was de enige motivatie dat ik de laatste drie ronden had. Ik moest het proberen. Ik wist dat het hier heel moeilijk zou zijn in de sprint en dat is ook gebleken. Ik kon een gaatje slaan, maar ik kon het net niet vasthouden. Dus